Hallo liebe alle, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joyce Tresor und ich freue mich riesig, wieder bei dieser zweiten Auflage des Staffellauf zu sein. Diesmal in meinem Lieblingsthema, Weihnachten. Ich werde, wie beim letzten Mal, meine Video mit Untertiteln versehen. Dem Sie vielleicht gehört haben, fällt mir das Sprechen des deutschen Sprache nicht so leicht. Was ich machen werde in diesem Video, möchte ich euch gerne zeigen. Es ist dieser Altered Book Rolodex. Schön für Ihren Schreibtisch mit bereits erstellte Ephemera für deine Journals. Aber auch sehr schön als December Daily mit einer Journalkarte für jeden Tag des Monats. Ich hoffe, Ihnen gefällt die Idee und Sie schauen weiter. Vergessen Sie nicht, morgen an Martina Wallmann von Creative Falter zu übersehen. Sie wird dann eine schöne Video für Sie bereiten. Viel Spaß mit dem nächsten Teil meines Videos. Voor het Altered Book hebben we een paar dingetjes nodig. Ik gebruik lint om hem mooi rechtop te houden. Natuurlijk een oud boek. Niet te dik heb ik gekozen. Mijn boek heeft, even kijken, ik dacht 133 pagina's. Ja, 133 pagina's. Het is een oud kinderboek. Ik heb een papercraft set om hem te versieren en mijn kaarten te maken. En ik heb een oude papieren zak. Je kan ook cadeaupapier gebruiken. Nou, ik ga beginnen met het boek. En ik ga elke bladzijde eigenlijk dubbel vouwen. Heel simpel. Ik vouw dus de open kant helemaal naar het midden toe en vouw ze dubbel. Dat doe ik eigenlijk bij iedere bladzijde. Dus ook de bladzijde die al gevouwen is, schuif ik goed naar achteren. Zodat ik de volgende bladzijde mooi tegen het midden aan vast kan. Of niet vast, want ik gebruik geen lijm, maar kan omvouwen. En zo alle 133 bladzijden helemaal tot aan het einde. Nou, ik zal het jullie niet aandoen om te moeten aanzien hoe ik 133 bladzijden dubbel vouw. Dus ik ga dat eventjes zonder camera verder doen en laat ik je zo meteen zien hoe die is geworden. Kijk, zo ziet het er dan uit. Alle bladzijden dubbel gevouwen en alleen de kaft is nog recht. Ziet er al gaaf uit zo, hè? Ik vind het leuk om er een beetje een vintage lookje aan te geven. Dus ik pak mijn vintage foto, distress inkt en een blendertje. En daarmee ga ik over alle gevouwen gedeelten van de bladzijdes, maar ook over de zijkanten. Als je meer van een moderner lookje houdt, dan hoef je dit natuurlijk niet te doen. Maar ik vind het altijd een leuke toevoeging. En om deze video niet 3 uren lang te laten duren, doe ik het eventjes in versneld tempo. Ik denk dat het idee duidelijk is wat ik aan het doen ben. En dan was dit de eerste fase. Ik kan het boek even aan de kant en dan ga ik de zak erbij pakken. Die ga ik eerst openmaken, zodat ik een los vel, een plat vel heb. En als je natuurlijk cadeaupapier gebruikt, dan hoef je deze stap niet te doen. Maar ik moet dat met mijn papieren zak wel even losmaken en plat. Nou, en als ik dan het papier helemaal plat heb van de zak, leg ik mijn boek erop om uit te meten hoe groot stuk papier ik nodig heb. En dan kan ik hem mooi bij snijden of knippen. Ik kies voor een stuk papier wat ongeveer rondom 4 à 5 centimeter groter is dan de kaft van mijn boek. En ik scheur het mooi af omdat het straks niet meer zichtbaar is, deze snij, knip of scheurranden. Maar je kan het natuurlijk ook prima met schaar doen als je dat fijner vindt.
En dan is de volgende stap eigenlijk het boek kaften met dat stuk kraftpapier. Ik vouw de rand via 5 centimeter om en met dubbelzijdig tape plak ik die eerst aan één kant vast. Dan zit hij al mooi aan één zijde vast. En ik zit een beetje te stunten zo meteen met mijn tape, maar ik vind het met tape wel makkelijkst. Nou, als het dan eindelijk gelukt is, dan vouw je die rand mooi om en dan plak je aan de binnenkant van de kaft vast. En de randen duw ik goed met mijn nagel naar binnen, zodat je mooi strakjes eromheen kan vouwen in de hoeken. Ik vouw de hoekjes schuin op en later plak ik die nog even vast. In eerste instantie wilde ik dat niet doen, maar om hem mooi plat en strak te krijgen, besluit ik toch later om er wat lijm onder te doen. Dus dat zou jij ook meteen kunnen doen als jij het ook wil maken. Omdat ik mijn boek in 90 graden wil neerzetten, straks als die helemaal klaar is, vouw ik hem nu ook alvast, of zet ik hem nu ook alvast in 90 graden en vouw daarna pas de kaftpapier eromheen, zodat die ook de ruimte heeft, zeg maar, om die 90 graden te maken. En dan kan je hem op die manier zo strak mogelijk eromheen vouwen en vastplakken ook weer. Maar voordat ik het vast ga plakken, zet ik er eerst even een klem op. Want bij de rug moet ik zo meteen nog kleine knipjes maken. Op deze plek. Doe ik me gewoon met de schaar, nu die op deze manier eromheen zit, in een schuine lijn. En dan naar de vouwlijn van de rug, zeg maar, toe van het boek. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. En dat doe ik dan aan beide kanten, zodat ik het daarna mooi naar binnen kan vouwen. Dus ik haal de klem er even af en dan kan ik dat op deze manier mooi naar binnen vouwen. En als je wilt kun je dit ook weer even vastplakken, maar dat hoeft niet per se. En dan ga ik nu die strook weer inzetten met tape. En dan strakjes in een hoek van 90 graden strak eromheen vouwen en vastplakken. Zoals ik ook aan de andere kant gedaan had. Dus het boek weer rechtop in 90 graden en dan mooi strak aantrekken en daarna pas omvouwen en vastplakken. Zo zit hij mooi stevig ingepakt, mooi strak en dan blijft hij ook al een klein beetje in de 90 graden staan. Niet helemaal, maar dat gaan we straks oplossen met het lint. Opnieuw die hoeken weer stevig indrukken en vouwen en dan ook weer diagonaal opvouwen. En hier besluiten we dan zo meteen om het toch vast te plakken. Dan heb je nog 4 flappen over en deze gaan we ook weer heel strak eromheen vouwen naar binnen toe. Dus de bladzijdes goed aan de kant duwen,
voordat je ze vastplakt. En dan, ja, ik doe dat dan weer met tape, maar het kan natuurlijk ook met lijm, met wat je prettig vindt. Dus de pagina's goed aan de kant duwen en dan zo strak als mogelijk die flap naar binnen klappen en vastplakken. En dit doen we dan bij alle vier de flappen hetzelfde. En dan is je boek daarna mooi ingepakt. Nou, en zo ziet het er dan uit. En je ziet dat hij aardig in 90 graden, maar nog ietsjes wijder probeert te floepen, zeg maar. En dat ga ik dus oplossen met het lint. Maar eerst ga ik de binnenkant afwerken. En daarvoor meet ik even de kaft op. En die is 17 centimeter keer 21,5 centimeter. Dus ga ik een stuk designpapier snijden wat net iets kleiner is. 21 keer 16,5. En dan twee keer. Nou, en voor die afwerking ga ik natuurlijk het papieren papercraft set wat ik klaar had gelegd gebruiken. Dus ik moet even een leuk papiertje uitzoeken. En als ik dat gevonden heb, kom ik eigenlijk achter dat de A4 te klein is om twee keer een 16,5 van te snijden. 21 is die mooi breed, maar twee keer 16,5 kan er niet uit omdat het een A4'tje is. En ik wil wel heel graag het allebei hetzelfde gebruiken. Dus ik besluit om het designpapier door de midden te snijden. Dus dat is dan ongeveer 14,8 twee keer. En dan het gedeelte wat er tekort komt onder de bladzijdes te laten verdwijnen. Dus je kijk even mee, dan zul je zien wat ik bedoel. Dus ik heb het designpapier zeg maar met een kleine rand langs de kaft, dus dat je daar nog kraftpapier zit geplakt. En hetgeen in wat ik tekort kwam, zit onder de pagina's, dus daar zie je helemaal niets van. Nou, dan gaan we nu met dat lint aan de gang. En daarvoor zet ik mijn boek even opzij, ongeveer in de hoek van 90 graden die ik wil. En dan meet ik even hoeveel ik nodig heb, zodat ik aan beide kanten ruim om de rand heen kan plakken. En dat blijkt dan zo 19 centimeter te zijn. Dus ik knip dan twee stukken lint van 19 centimeter. En die ga ik dan aan de buitenkant vastplakken. Aan de onderkant zit nu het lint aan beide kanten vast. Dan zet ik mijn boek in de hoek van 90 graden. Als je wilt kun je daar een geodriehoek bij leggen, maar ik doe het op het oog. En dan plak ik die andere kant daar overheen vast. En dan kan die eigenlijk niet meer wijder uit gaan staan. Natuurlijk moet ik deze stap ook aan de andere kant nog een keertje herhalen. En dan zit die echt stevig vast. Nou, dan is de basis bijna klaar. Ik moet nu alleen nog een stuk designpapier plakken aan de achterkant. Dus om het band weg te werken. En ook omdat het er natuurlijk leuker uitziet. En daarvoor heb ik wel echt twee stukken nodig van 21 keer 16,5. Omdat ik hem echt op mijn bureautje wil
neerzetten, besluit ik om alleen de achterkant met een stuk designpapier te bekleden. En de randen met de distress inkt ook weer te beinkten. Dat ben ik net vergeten bij de afwerking aan de binnenkant met designpapier. Maar dat kan ik nu nog wel alsnog doen. Dus dat ga ik straks ook nog even doen. En dan kan ik jullie in de tussentijd eventjes vertellen. Gudrun heeft het al verteld in haar eerste video. Maar er is ook een wedstrijd bij de Staffellauf, een gewinnspiel. En daarbij hoort ieder kanaal die meedoet een nummer te noemen. En mijn nummer is 300. Mijn nummer is 300. Nou, alles mooi beinkt en dan kan nu het designpapier op de achterkant geplakt worden. Dan is het mooi afgewerkt en dan is de basis daarna helemaal klaar van het Altered Rolodex boek. En dan was dit zover mijn tutorial. Je kunt nu lekker gaan decoreren hier tegen de onderkant en de bovenkant aan. En natuurlijk allerlei kaartjes en labeltjes maken om erin te steken. Of misschien heb jij ze al klaar liggen. Maar in het papierset zitten hele leuke labeltjes die je er allemaal uit kan drukken, die je er leuk in kan gebruiken. Dus als je er een December Daily van wil maken, dan heb je in ieder geval al voor 8 dagen een leuk labeltje om op te journalen. Die je erin kan stoppen. En dan maak je met de rest allemaal leuke kaartjes, journalkaartjes. Leuk, hè? Ik zet de camera even uit en ga lekker met het papierset aan de slag om er leuke kaartjes van te maken en ook om mijn boek te versieren. En dan kom ik straks weer bij je terug om het eindresultaat te laten zien. Zo, hier ben ik weer. Ik heb even de camera nog iets hoger gemaakt, want dan kan ik jullie de uitwerking goed laten zien. Ik heb hem helemaal af versierd en aan de buitenkant niet. Dat kun je wel doen, maar ik heb dat niet gedaan, want ik ga hem toch zo op mijn bureau zetten. En dan hier de randen versierd, hieronder en hierboven. En allemaal leuke kaartjes gemaakt met de leuke plaatjes en het designpapier van het papiersetje wat ik had. En verder heb ik eigenlijk alleen maar restjes kartstok gebruikt. Deze die heb ik niet zo heel erg bewerkt, want ik kon hier nog leuk journalen en aan de achterkant. Ik zal je even in de kaartjes eventjes laten zien wat ik erin gemaakt heb. Ik heb een kaartje met een sneeuwpop, leuk etiketje en deze komt dan ook uit het stickervelletje. Dit was de achterkant van dit papier en daarachterop kun je dan journalen. Na alle leuke tekjes heb ik een lintje gegeven en een stukje touw, gewoon omdat dat er altijd wel leuk uitziet. Erbij. En dat waren er, als het goed is, 8. Superleuk. Dan heb ik nog dit kaartje gemaakt. Een stukje van het designpapier en dan alleen met stickers nog een beetje versierd. Dit had al zo'n leuk designpapiertje. Heb ik vrij weinig aan gedaan. Alleen hier een leuk kantje opgeplakt. En achterop kan ik schrijven. Deze ook met de sneeuwpop en wat etiketjes. En ook een klein tapje bovenop gemaakt. Deze met de die-cut en een paar stickertjes versierd. Hier heb ik mijn deckled edge trimmer van Tim Holtz voor het eerst gebruikt. En dan hebben we hier ook eigenlijk niks erop, want je kunt hier nog leuk journalen. En ik dacht eerst aan een tekstje, maar ik zie dat ik dat nu eigenlijk vergeten ben. En dan hadden we hier nog een smal stukje en ik dacht alles is al zo'n beetje langwerpig gelabeld. Dus deze heb ik in de breedte versierd met een beetje sneeuw van de die-cut en 2 beertjes met de slee. En een kantelintje. Hier heb ik het kantelintje als tapje gebruikt. En dan ook dat mooie achtergrondpapier met 2 stickers. En dan nog deze. Dat was net het designpapier of het stukje designpapier net te kort. Maar zo een randje eronder. En dan heb je ook weer een heel leuk simpel klein kaartje. En dan heb ik nog van 2. Zie je nou 1 weggezakt? Nee. Van 2. Clusters van de die-cuts. Dus ik heb hier een boom met een achtergrondje, een mooie hecht.
vogeltje en een ster op elkaar geplakt. En ook hier kun je natuurlijk prima op de achterkant journalen. Heb je nog best wel een aardig plekje. En dit is ook een clustertje van twee bomen. Een kerstboom en een kale sneeuw, dus besneeuwde boom. Dit was er eentje en daar heb ik een vogeltje op gezet en nog een vosje voor geplakt. En een ster. En ook hier kan je natuurlijk prima opschrijven. En verder heb ik dan dit natuurlijk versierd. Hier heb ik ook met de die-cut in laagjes gewerkt. Dus de twee bomen, de brievenbus en de vos met zijn post. Snowy days en cozy vibes. En hieronder heb ik met washi tape, brede washi tape, twee kleine smallere bruine. Daar ook weer een clustertje van die-cut en een stukje van het kantelint. En dan vond ik hem eigenlijk al vol genoeg. Want hier komt natuurlijk van alles in. En je zag dat ik uiteindelijk iets van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en dan nog 8. Maar 20, dus voor 20 dagen heb ik wat te journalen. Als je dit dus als December Daily wilt gebruiken, dan moet je er nog even iets van 11 bij maken. Maar zoals je ziet is daar ruimte genoeg voor. Je kan hem helemaal vol stoppen met leuke dingetjes. En anders is die gewoon heel gaaf om je reeds gemaakte ephemera in te bewaren. Heel veel ruimte voor. En heb je dan een journal klaar en allemaal leuke pockets gemaakt, dan heb je dus voor het grijpen allemaal ephemera om dat vol te stoppen. Ik hoop dat jullie mijn projectje leuk vonden voor de Staffelauf kersteditie. En ik hoop dat ook jullie het wingetal gehoord hebben tussendoor. En mee kunnen doen met het spel. Kun je leuke prijzen winnen. Vergeet niet te kijken naar de volgende bij Marina. En dus morgen bij Marina naar de Staffelauf. Dan geef ik het stokje aan haar door. En dan hoop ik dat jullie het naar de zin hebben gehad. En een volgende keer weer bij me terugkomen. Ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop als je dat leuk vindt. Ik zou er heel erg blij mee zijn. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei!